Nadat uw studenten en dus ook uiteindelijk u die 8000 pagina's bekeken hebben, zegt u op basis van die pagina's, zie ik genoeg aanleiding op basis waarvan eigenlijk nog nader onderzoek zou moeten worden gepleegd om te kijken of zij daadwerkelijk de moord gepleegd heeft. Want kennelijk ziet u dus ruimte voor een andere mogelijke dader. Er zijn eigenlijk drie serieuze scenario's. Eentje is dat zij mevrouw om het leven gebracht heeft. Een andere is dat ze een hoop van de sporen daar gekomen zijn omdat ze schoongemaakt heeft. En een derde mogelijkheid is wat wij het diefstalscenario noemen, dat veel van de sporen veroorzaakt worden omdat ze daar gestolen heeft bij haar. En wat je zou moeten doen is dus die scenario's naast elkaar leggen en dan minutieus naar het bewijs gaan kijken. Maar wat er nu gedaan is, is dat er naar één scenario gekeken is. En de andere helemaal niet? Die andere helemaal niet. Of vrijwel niet, of een beetje halfslachtig. Er is ook heel halfslachtig naar alternatieve daders gekeken die eigenlijk niet behoorlijk ondervraagd zijn. En dan krijg je een probleem dat dus de rechter komt te zitten met een zaak voor zich waarbij er eigenlijk maar één mogelijk scenario is, namelijk mevrouw heeft het gedaan en die gaan we dus veroordelen. Nou, heeft het omdat het geen aandacht is voor andere mogelijkheden, omdat het niet in het dossier zit. Het Openbaar Ministerie heeft wel gereageerd al. Ze zijn nog wel de zaken aan het onderzoeken wat u heeft aangegeven. Ja. Maar het Openbaar Ministerie heeft wel al iets gezegd over de scenario's zoals die u nu naar voren brengt. En dit is hun reactie. Het feitenonderzoek heeft voor dit scenario, dit bedachte scenario, geen aanknopingspunten gegeven. En het is overigens ook nu voor het eerst pas naar voren gekomen. Het past ook niet bij de verklaringen die betrokken hierover heeft afgelegd. Ja, weet je kan dat heel erg gaan uitkloven, maar in ieder geval, zij zien nog geen aanleiding op dit moment. Stel nou hè, dat Openbaar Ministerie jullie gelijk geeft. Wat gebeurt er dan? Ja, als ik dit hoor, dan als ik klompen aan zou hebben, zouden ze beide breken nu. Oh. Kijk, je kan zeggen, ja nee, dat scenario hebben we niet gezien. Nee, we hebben het niet onderzocht, dus dan zien we het ook niet. Zo werkt het toch? En dat is ook een beetje boos. Het probleem. Nou, ik word een beetje boos op mensen zeggen van, ja, frases als we herkennen ons er niet in en het scenario, daar hebben we geen steun voor gevonden. Nee, er is niet voor naar steun gezocht voor dat scenario. En hoe verklaart en dat is het probleem. Is het luiigheid? Moet je niet tegen mij zeggen, hoor. Sorry. Ik voel me al zo oud. Is het luiigheid? Is het onkunde? Is het kwade opzet? Waarom zou dit zijn? Er waren een hele hoop pijlen die naar haar wezen. Ik bedoel, dat is evident. Ze was in menig opzicht, als je naar die zaken keek in eerste instantie, was zij de meest voor de hand liggende dader. En wat men dus gedaan heeft, is vooral bewijs zoeken bij de voor de hand liggende dader. Ik zal hier ook niet beweren, dat ik zeker weet dat zij onschuldig is. Ik zeg alleen, onderzoek die zaak een keer echt goed. Ja. Ja. En dat levert misschien bevestiging op van de veroordeling. Dat levert misschien bevestiging op dat ze het niet gedaan heeft en dat we niet weten wie het dan wel gedaan heeft. En misschien levert een andere de werkelijke daad op. Het levert